Ik was net zo positief. Alina, thank you! Super blij met mijn nagels. Zo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben aan het haasten, want ik moet... ik heb een afspraak zo meteen met Ilona voor mijn nagels. Ik ben blij dat ik me weer een soort van een beetje oké voel. Ik was gisteren, zat ik er zo doorheen. Mijn laptop deed super traag met editen. En ik heb echt tot 2:30 nog doorgeëdit. En de vlog was mega kort, maar het was meer gewoon van... Het ging allemaal gewoon zo langzaam. Hij liep ook een keer vast. Moest ik hem weer opnieuw opstarten, walgelijk. En ik dacht, oh, ik ga echt morgen super cranky opstaan. En... Maar het is gelukkig goed gekomen. En ik heb op de een of andere manier ook best wel energie. Of zo. Dus nu hopen dat het droog blijft. Ik heb gewoon alweer mijn soort van herfstjas aan. Deze. Even hier laten zien. En deze is van de Zara. Maar die is zo lekker. Gewoon als een soort van tussenjas. Want hij is dus helemaal niet zo dik. Zoals je kan zien. Maar hij is van 100% wol. Dus hij is wel gewoon lekker warm of zo. Verder heb ik een jurkje aan van de Zara ook. En dan heb ik zo'n t-shirtje aan van de H&M. En ik heb mijn Adidasjes weer lekker aan. Oké, let's go. Oh my god, ik weet niet of je het kunt zien, maar het begint opeens keihard te regenen. Ik was net zo positief en dan nu dit. Oh my god, oké. Ik ben weer bij Ilona, jongens. Hallo. En wij gaan de show iets doen. Jezus, helemaal verwilderd hier. Ik ben in de Zara. En ik heb hier wat leuke dingetjes. Eigenlijk best wel simpel. Gewoon een zwart pak. Met een jurkje en deze twee tasjes. Ik vind deze op zich wel leuk. Maar het is een beetje... Ik weet niet of dit echt mij is. I don't know. Ik vind het een beetje oma of zo. Oké, ik heb hier dus nu even niks onderaan, maar ik denk dat ik dit wel echt een mooi pak vind. How are you? Is het ook echt perfect? Ja, ik denk dat ik voor deze ga. Ik hou gewoon zo van pakken. Oh my god. Oké, en ik heb sowieso dan deze voor eronder, maar ik ben gewoon te moe om dit te passen. Met die kool, jezus. Nou, dat past wel. Dus die ga ik dan hieronder. Hieronder dan, denk ik. Er loopt hier ook gewoon een verkeersbeestje. Dat brengt toch geluk of zo? Oh my god. Zo lief. Zo, ik ben net thuis. Het is echt onwijs aan het regenen. Oh. Nou, ik heb... is hij nou ingezoomd? Jezus. Oh nee. Oké. Nou, ten eerste super blij met mijn nagels. Ik ben altijd zo blij met Ilona. Echt. Oh, zij maakt zulke toffe nagels. En ik vind het ook gewoon zo gezellig om daar dan te zijn. En sowieso in de salon. Het is altijd zo gezellig. Echt, er werken echt... De allerleukste mensen daar of zo. Ik vind het echt altijd super leuk. Oké, nou ik ben net thuis. Ik heb dus dat pak gekocht. En dat tasje. En die kool. Nou, ik ga het vanavond aandoen. Dus dat ga ik dan wel even laten zien. Ik twijfel wel of ik die kool aan ga doen vandaag. Het is op zich best wel weer daarvoor. Alleen ik merk dat ik het nu ook al vet warm heb. Kijk, buiten is het oké. Maar binnen is het gewoon te warm voor een kooltrui. Het is nog geen winter. Hello. Goed, ik ben trouwens echt super blij met die foundation van Charlotte Tilbury. Echt,
echt de best foundation ever. Het is ook gewoon perfect bij mijn huidskleur. En nou ja, Mick zei ook gisteren, oh my god, schat, wat ben je mooi opgemaakt. Ik zo, oh my god, thank you. Oké, goed. Ik ga even chillen. Eve is bij mijn vader. Die is elke donderdag lekker bij mijn vader. En die blijft er dan ook slapen. Dus ik ga lekker chillen. Huis opruimen, want het is een troep hier. En ja, dan komt Aida komt mij ophalen. Want we gaan vanavond naar een feestje. Is volgens mij een nieuw biermerk wat gelanceerd wordt of zo. Bud heet het. Dus daar ga ik aan. Dus daar ga ik heen. Jezus. Ik zie jullie zo. Zo, ik ben aangekleed en ik heb het pak aan van de Zara. Onder een body van de Zara. Ik ben helemaal Zara. En deze schoenen van... shit. All Saints. Die heb ik al heel lang. En dit tasje erbij. Make-up. Red lips. En ik wacht nu even op Aida. Die komt ons ophalen. Mick, ga je nog mee? Ja. Mick gaat ook gezellig mee. Oké. Okay. Volgens mij heb ik niet eens gezegd waar we naartoe gaan. We gaan naar een feestje. Oh, jawel, dat heb ik wel verteld, of niet? Nou ja, we gaan gewoon naar een feestje. Je ziet zo wat voor feestje. Dag. Oké, okay, we zijn er. En het ziet er echt uit als een spookhuis. Maar wel echt heel tof. Echt een heel leuk feestje. Ik vond het zo leuk. Ja, ik ook. Het was echt te gek. Het zag er ook zo goed uit. Yes, sir. Oké, okay, ik ga bij deze de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken, jongens. Abonneer je op mijn... Oh, bedankt voor het kijken. Abonneer je op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd bent. En ik zie jullie morgen weer met een nieuwe vlog.